Hallo en welkom. Mijn naam is Rody en vandaag ga je luisteren naar deze podcast. Ik ga deze podcast alleen in mijn eentje doen. En we gaan een aantal artikelen er vandaag bij pakken met drie onderwerpen. En we gaan het hebben over gezondheid, dating en welvaart. In de onderzoeken die ik heb meegenomen, of eigenlijk in de statistieken en data die ik ga laten zien of die ik ga gebruiken, gaan we een aantal conclusies trekken en een aantal correlaties leggen tussen de data en de drie verschillende onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Dus gezondheid, dating en welvaart. En voor mij heb ik een analyse, of eigenlijk een statistiek voor me van het CBS. Dus alle bronnen die ik gebruik om deze video te maken, zal ik ook noemen, zodat je het, als je het leuk vindt om te doen, moet je zelf weten, maar je kan het opzoeken. Dus wat we even gaan doen, ik heb hier een aantal dingen, dus we gaan het hebben bijvoorbeeld over de verschillen tussen man en vrouw. En hoe dat nou is voor dating en hoe dat is nou met gezondheid, het stukje dating gebeuren, ook een beetje een spannend onderwerp. Maar laten we eventjes beginnen met het verschil, hè, tussen man en vrouw. Laten we even beginnen helemaal bij het begin. Tenminste, helemaal bij het begin. Wanneer het een beetje relevant wordt. Hè? Dating, gezondheid, dat je daar een beetje over na gaat denken. En dat is volgens mij tijdens de studietijd. Dat is een beetje wanneer je, denk ik, zeker als man bewust wordt van, hey, wat is nou aan de hand in de wereld en wat moet ik nou allemaal gaan doen? En ik heb hier een artikel voor me van het CBS. En het zegt al 23 jaar op rij meer vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs. Dus er zijn dus meer vrouwen op de universiteit en op het HBO dan mannen. Dus je kan daar enorm goed vissen. Hè? Maar daar gaat het vandaag niet om. Het gaat er eventjes om, wat zijn nou de cijfers als het gaat om hoogopgeleide mannen en vrouwen? En hieruit blijkt dus dat er ongeveer 6% meer vrouwen daar naartoe gaan. Dus er gaan meer vrouwen naar het hoger onderwijs dan mannen. Wat gebeurt er dan? Dus wat voor effect heeft dat nou op de markt en wat gebeurt er dan nog meer op de universiteiten of op het hoger onderwijs? Dan heb ik nog een leuk feitje voor je. Dat is namelijk dat 77% van de vrouwen binnen 3 tot 4 jaar is afgestudeerd. Dus dat betekent op het moment dat ze beginnen aan die studie, dan 77% van al die vrouwen die begonnen zijn, die studeren binnen 3 tot 4 jaar af. Kunnen we niet zeggen van de mannen, dat zijn er maar 61%. Dus die doen er of langer over of die stoppen er helemaal mee. Dus daarin zul je dus zien, dus eigenlijk het tempo waarbij, dus het gaat ook over snelheid. Het tempo waardoor die vrouwen dus op de markt komen, ligt dus hoger bij de vrouwen dan bij de mannen. Dus ten eerste hebben we twee factoren. Hè? Dus het aantal mensen en de snelheid waarop de mensen door de opleiding heen gaan. Dus het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat mannen bijvoorbeeld er 5, 6, 7 jaar over doen als het gaat om over een opleiding die van het hoger onderwijs is. En de vraag is, oké, nou hartstikke mooi, hè, maar wat voor effect heeft dat nou? Wat voor gevolg heeft dat? Want ja, je kan dat wel zeggen, maar oké, vrouwen doen het dus beter op school dan mannen. Maar wat voor effect heeft dat? En is dat nou eigenlijk echt zo goed voor de vrouwen of is dat juist beter voor de mannen? Nou, dan heb ik hier een volgende statistiek. Het is ook van het CBS. Nou, dan kun je statistieken vinden en publicaties van cijfers en data. Het volgende gaat over 2022 namelijk. Staat monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2022. En het interessante van deze data is dus, wat ik hier dus vind, is dat het gemiddelde inkomen bij iemand die in dienst is, daar gaan we het zo meteen ook nog in differentiëren. Dus iemand die in loondienst is, is gemiddeld bij de man 27,50 ten opzichte van de vrouw 22,50. Dit was in 2022. En dus daaruit kunnen we dus zien, dus stel mannen en vrouwen gaan allebei solliciteren, dan is dus de kans groter dat een man meer salaris krijgt. En dan is de vraag van waarom dan? He, dat is dan de vraag waar het helemaal over gaat. Nou, omdat we net hebben gekeken naar de universiteit, naar het WO, want we gaan nu wel eventjes ervan uit dat je na je studie wilt gaan werken, dat je geld wil gaan verdienen, en daar hebben we het dus nu over. Maar wat is er nou gebeurd op die HBO en WO, dus de universiteit? En dit was 23 jaar op rij, hè? Dus dat stond ook in het eerste artikel. 23 jaar op rij is er 6%
meer vrouwen op de markt gekomen. Dus wat, nou, doe dat keer een factor van 1, hè, dus 1 jaar, keer 23, nou, dan heb je veel meer vrouwen op de markt die willen werken. Dus daarna heb je nog de keuze, oké, ga ik voor mezelf beginnen of ga ik een loondienst? Maar eventjes ervan uitgaande dat, dat man en vrouwen in loondienst gaan, en dan moeten we het heel eventjes vanaf de andere kant gaan bekijken. Dus we moeten het heel eventjes kijken vanaf een, of een winstgevend bedrijf of een overheidsinstantie die diensten aanlevert aan de markt. Dus die eigenlijk, de diensten komen natuurlijk van de mensen die gaan werken, maar zij bieden aan van jullie kunnen deze dienst doen zodat wij jullie geld geven. Nou, toevallig had ik een gesprek met een onderwijslerares van het lager onderwijs. En die zei dus, daar is het dus ook het geval dat mannen meer verdienen dan vrouwen. En toen zei ik ook van, nou, ik heb deze statistieken, ik heb deze data. Waar ik denk dus dat er dus veel meer vrouwen zijn die überhaupt solliciteren voor die baantjes. Dus wat gebeurt er als er een vorm van diversiteit gewild is? Dus dat betekent dat er een beetje een balans is tussen man en vrouw. Dat kan 60-40 zijn, dat kan 50-50 zijn. Maar dat er in ieder geval een beetje gekeken wordt van laten we niet alleen maar een team met mannen of alleen maar een team met vrouwen hebben. Soms moet je ook een beetje een gemixte ploeg hebben. Ik denk voor de meeste mensen die werken is er altijd wel een mix. Je hebt natuurlijk verschillende sectoren waar dat verschilt. Maar een voorbeeld is het onderwijs. Als er dus 10 vrouwen gaan, dus zeg maar, we hebben een grotere pool met vrouwen. Hè? Dus stel, nou, ik ben een school en ik ga mensen aannemen. Ik heb een vacature uitstaan en ik wil 1 man en 1 vrouw wil ik aannemen. Dat is mijn doel. Nou, voor die sollicitatie komen dus 12 vrouwen voor het onderwerp gekomen naar die sollicitatie. En er komen eigenlijk minder mannen opdragen. Waarom? Omdat er dus minder mensen, mannen, afstuderen van het WO of van het HBO. Dus wat doet dat? Dat geeft mij een onderhandelingspositie als school of als winstgevend bedrijf. Want een instantie is altijd gemaakt om zo min mogelijk geld uit te geven ten opzichte van zoveel mogelijk tijd kopen van iemand. Dus wat kan ik dan doen als ik met 8 mannen ga praten en met 12 vrouwen, ga ik ze allemaal een aanbod geven. En dan ga ik kijken wie het laagste aanbod accepteert. Natuurlijk heb je zoiets als competentie of andere factoren die natuurlijk eventjes een rol spelen bij de sollicitatie. Maar als we het nu even puur hebben over geld, hè, dat waren de onderwerpen gezondheid, dating en welvaart en financiën. Dan is het heel logisch als het aanbod lager is, wordt de prijs hoger. Dus hoe werkt dat nou? Nou, in het geval van deze 8 mannen gaat de prijs dus omhoog, omdat er meer aanbod is. Bijvoorbeeld bij de vrouwen zou de prijs naar beneden gaan. Dus dit is een vraag- en aanbod probleem geworden door de jaren heen. Dat is in mijn optiek aan de hand van de data waarom op dit moment vrouwen dus minder verdienen dan mannen. Er zijn natuurlijk nog andere argumenten of andere problemen of whatever hoe je het kan noemen of redenen waarom dat zo is. Maar eventjes puur kijkende naar de data is dit in mijn ogen, als ik gewoon 2 artikelen erbij pak, zou dit een gevolg kunnen zijn gewoon puur vanaf een economisch standpunt en vanaf een ondernemersstandpunt waarom dit zo is. En wat nou heel interessant is om te zien, heb ik hier nog iets voor je. Wie zijn nou de ZZP'ers in het land? Als je niet weet wat een ZZP'er is, een zelfstandige, dus die zijn tijd verkoopt aan bedrijven of instanties. En hier zien we dus dat 62% van alle ZZP'ers zijn man en 38% zijn vrouwen. Dus dat betekent dat er meer mannen zelfstandig worden en minder vrouwen dat doen. En er is nog een enorm verschil, maar daar gaan we eventjes nu niet verder op in, is dat er 72% van de ZMP'ers, dat betekent ZMP'er staat voor zelfstandigen met personeel, ten opzichte van, even kijken hoor, het staat hier 73% zijn daarvan mannen, dus leiderschap, hè, mensen aannemen. Dus dat is een enorm verschil. En bij de werknemers is het ongeveer gelijk. Dus dat is eigenlijk het verschil hier wat ik zie. Maar dan is de vraag van, oké, stel ik ben als vrouw ontevreden met het verschil tussen loon. Waarom zijn er dan niet meer vrouwen ZZP'er? Waarom is dat dan?
Nou, er zijn een aantal redenen voor te verzinnen. Er zit een vorm van zekerheid in. Waarom? Omdat er een kans is op een contract voor onbepaalde tijd. Nou, wat betekent dat? Meestal, als je ergens gaat werken, dan kan je... meestal krijg je dan een eenjarig contract. En als ze je dan echt willen hebben, dan geven ze je een contract voor onbepaalde tijd. Maar het gunstige van een onbepaalde tijd contract is dat wanneer je ontslagen wordt, dan moeten ze jou uitkopen. Dus dan krijg je een geldsom mee. En als er crisis is, zijn zij, worden ze geforceerd om jou te blijven betalen. Dus in die zin geeft het een bepaalde zekerheid. Daarnaast zit er ook een leverage in. Wat betekent dat? Leverage die jij kan doen met een vast inkomen, is naar de bank toe gaan. En dan kan jij je inkomen kan jij vermenigvuldigen. Nou, wanneer wil je dat doen? Bij je hypotheek. Dus mensen met een vaste baan krijgen een hogere hypotheek met het geld dat zij maken ten opzichte van zelfstandigen. Ik heb vroeger bij een financiële instelling gewerkt en wij deden het verstrekken van hypotheken en financieel advies. En dan hadden we een bepaalde som die we maakten met een inkomen en afhankelijk van de rente kon je dus kijken van hoeveel geld zullen wij deze mensen lenen. Daarna met inkomen en dan afhankelijk van de rente zat het meestal tussen de 5 en de 6. En soms 4,5 afhankelijk van de rente die op dat moment speelde. Dus als de rente hoog was, was de som lager ten opzichte van wanneer de rente laag was, was de som hoger. Bij ZZP'ers gaat het getal veel meer omhoog. Dus je eerder zien dat het bij de 3,8 tot 3 zit, omdat daar ook wat minder zekerheid in zit. En daardoor is dus een groot voordeel van in dienst zijn. Dus het lijkt erop dat mensen vaak die in dienst zijn, die hebben ook vaak meer behoefte aan een bepaalde vastigheid en een bepaalde voorspelbaarheid. En dit geeft ze ook een bepaalde zekerheid als het gaat om huisvesting. Geldt ook voor het huren van een huis, verhuurders. Ik zat dan ook in het financieren van mannen en vrouwen met grote portefeuilles qua vastgoed. Dus die hadden dan meerdere huurders, maar die gingen eigenlijk vaak naar, dat waren twee personen waar ze vaak voor kozen. De mensen met veel vermogen, dus die eigenlijk al bijvoorbeeld een ton op de rekening hadden, dus dan konden ze al de huur betalen. Of als ze een vast inkomen hadden voor onbepaalde tijd, gaven ze die ook vaak voorrang bij het huren van een woning. Dus dat komt hier een beetje naar voren en dat zou een motivatie kunnen zijn, maar wat betreft geld verdienen per maand is het dus minder voordelig voor de vrouwen, omdat zij dus eigenlijk meer aanbod hebben. Dus ze zullen, als ze willen vragen, dus die 27,50 waar we het over hebben gehad, zullen ze dus eigenlijk als zelfstandige aan de slag moeten gaan om dat te realiseren. En dit was een heel economisch verhaal en nu gaan we eventjes naar het wat meer sappigere onderwerp in mijn optiek. En dat is, wat heeft dit nou allemaal gedaan met de datingwereld? Hè? Deze verschillen. Dus waar we net achter zijn gekomen, we hebben gekeken naar de data van de universiteiten en van het HBO. En daaruit blijkt dus dat er meer vrouwen hoog opgeleid zijn dan mannen. Wat doet dit nou met het daten? En we zien dus ook dat meer ZZP'ers mannen zijn. En zelfstandigen of zelfs mensen met personeel, die kunnen dus meer verdienen. En wat heeft dit nou voor effect gehad? En wat ik denk en wat ik hier ook uit zie, en het is ook wel interessant om te zien, is, ik zie hier de statistieken van Tinder. Ik ga er een aantal aan je voorlezen, zodat je een klein beetje een idee hebt van wat voor statistieken zijn dit dan. Ik heb hier de Tinder statistieken en dat hier staat. Mannen krijgen gemiddeld 1 match op 40. Dus dat omgerekend is dat 2,5%. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel, ja, 2,5%. Even kijken, 52% heeft minder dan 1 match per dag. En 13% van de mannen heeft minder dan 1 match per week. En gemiddeld krijgen vrouwen 1 match op 2 likes, dus de helft. Dat is heel erg veel. Dus met andere woorden, de mannen willen heel graag en de vrouwen hebben hier enorm veel aanbod. Maar het aantal singles stijgt. Dus, en trouwens, dit heet roast.dating en deze data kwam van Tinder zelf. Even om de bron nog te vermelden. En ik heb hier een theorie over. Ik heb 8 jaar lang datingcoaching gedaan.
En daarin ben ik achter een aantal dingen gekomen en heb ik een aantal conclusies kunnen trekken, een aantal meningen ook kunnen vormen en aannames op wat er gebeurt in de datingwereld vandaag de dag en wat voor effect de ontwikkelingen hebben op waar het begint bij school op het daten zelf. En er is geen goed of fout in, dit is gewoon wat ik heb geobserveerd door de jaren heen. En ik heb hier een theorie over en dat is vrouwen daten omhoog. Dus dat is een vrij breed statement en dat vertaalt zich in een hoop dingen. Dus een van de dingen waar dat zich in vertaalt is fysiek en gezondheid. En wat betekent fysiek? Fysiek betekent lengte. Dus wat je vaak ziet is dat de man langer is dan de vrouw. Dus dat betekent weer omhoog daten. Dus we hebben vaak iemand die langer is of in ieder geval hetzelfde. Dan heb je daarna hetzelfde vaak met vermogen en inkomen. Dus nou, we hebben hierin gezien dus dat de mannen ietsje meer verdienen dan de vrouwen. Hè? Maar opleidingsniveau is hier wel een breekpunt. Dus wat zien we vaak is dat wanneer mannen zich meer opgebouwd hebben. Hè, dus op oudere leeftijd 30 plus, 35, 40, 45, 45. Dan hebben ze meer die door wat er gebeurt in de markt. De afgelopen 23 jaar hebben dus... Is dit gemiddelde, ja, vrouwen dus minder verdiend. Dus dan krijg je weer dat ze omhoog kunnen daten. Maar zijn ze in hun studietijd of daar net voorbij, dus dan praat ik over de dames tussen de 18 en 5, 6, 27. Dus dat is ongeveer dat je nog heel erg naar opleiding kijkt. Zijn er dus minder mannen die hoger dan zij hebben gestudeerd. Want ze zitten op het WO, hoger onderwijs. Dus ze moeten uit een pool gaan vissen. Waar minder mannen zijn. Dus daarin krijg je een soort mismatch. Want nou, je kan je wel voorstellen. Stel, ik ben een man en ik ga uit. En ik heb VMBO kader gedaan, of ik doe dat. En ik ga uit en ik ga met een meisje of een vrouw van de uni praten. Stel, die doet geneeskunde. Dan en zij vraagt aan mij van, ja, wat voor studie doe jij? En ik zeg iets als timmerman of whatever, wat er op de kader, ik ga richting handwerk. Dan zul je meteen zien dat er een soort van, ik sta hier, jij staat daar. Dus zeg maar, dan heb je weer dat, eigenlijk zit het dan verkeerd om in haar, in de wereld van een vrouw. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar dat zou het eerste gevoel kunnen zijn wat er ontstaat. Van, hey, je bent minder intelligent dan ik. Jouw IQ-punten zijn wat lager dan die van mij. Ik voel dit. Dus zeg maar het stukje overklasse / dominantie. Dat kan er effecten op hebben. Maar wat we dus nu zien is dat eigenlijk de vrouwen dat ook een beetje zelf creëren. En ik vind het hartstikke goed dat vrouwen studeren en dat ze alle ruimte krijgen en alle kansen om zich te ontwikkelen. Ik ben daar een enorme voorstander van. Want wat het uiteindelijk doet, is dat er evolutie komt. Dus wat er, de mannen zullen zich aan moeten passen dan aan de vrouwen. Om daarin een stukje verder te komen. En dan komen we bij het volgende stukje. En dat is dus de gezondheid. Hè, wat ik zei al, je hebt dus een oppervlakkige keuze. Hè, die een vrouw in eerste instantie vaak maakt. Dus in... Hoe ik dat zie, een vrouw komt binnen in een club of in een bar of bij een sportvereniging in het winkelcentrum. Maakt eigenlijk helemaal niet uit waar ze is. Maar in ieder geval, ze is single en ze gaat scannen naar waar zijn de mannen. Er zijn er een aantal dingen die hier een rol in spelen. Dat is het stukje fysiek, dus het oppervlakkige gedeelte. Dat is 1, de lengte. Hè? En 2 is de kracht. Dus dat is de tweede factor als het gaat om fysiek. En in mijn optiek betekent dat je jezelf kan dragen. Dus wat betekent dat? Daarmee bedoel ik dat, stel ik zit een man en een vrouw bij een optrekbar, dus een staaf of een bar, hè, zo'n ding waar je aan kan vasthouden, en de man kan minder optrekken dan de vrouw, is het bij voorbaat een kleinere kans dat de vrouw überhaupt een kans gaat geven aan de man. Dat is hoe ik dit heb gezien. Vrouwen moeten ook, en daar heb je weer dit idee bij. En nu ben ik dus even benieuwd, hoe zit dat met de data? Dus hoe staat het ervoor met het overgewicht in Nederland? Omdat dat gewoon een factor is. Hè? Dus we hebben nu het stukje studie gehad. We hebben het stukje, we gaan het nu over gezondheid hebben.
En dit stukje over de mannen is echt super interessant, want hier zit echt een enorm probleem. Ik zie dus hier, dus van de leeftijd 20 tot en met nou, 55, eigenlijk loopt het, eigenlijk is het altijd zo trouwens, het is van 20 tot en met 75, is dus dit stuk. Mannen hebben in het algemeen meer overgewicht dan vrouwen. Dus zeg maar, als we dan gewoon eventjes kijken naar het geheel. En waar dat verschil het grootste is, dus in de studietijd van 20 tot en met 30, is dat 21,6% bij de mannen, die heeft overgewicht, en 17,1% bij de vrouwen. Zijn ze 30 tot 40 jaar, heeft 41% heeft, overgewicht, ten opzichte van de 23% die vrouwen hebben. Dus op die leeftijd doen vrouwen het best wel goed, dat is eigenlijk veel beter dan de mannen. Dan komen we nu eventjes, en nu gaat de statistiek omdraaien, naar obesitas. En waar zijn deze woorden overgewicht en obesitas op gebaseerd? Dat gaat over de BMI. Dus dat kan je vaak relateren aan de verhouding tussen lengte en gewicht. Dus stel iemand is, ik weet het niet exact, maar stel iemand is 1,80 meter en die weegt 80 kilo, is het redelijk oké. Okay, zeg maar, om je een idee te geven. En als je dat precies wil weten, moet je gewoon eventjes intypen van BMI calculator. En dan kan je het exact uitrekenen ook voor jezelf, waar jij zit. Maar eventjes terug naar de data. Ik zie dus dit staan. Dus als het over obesitas gaat, dus dat is 30 plus van BMI, hebben meer vrouwen obesitas dan mannen. Oh, dat is interessant, hè? Dus het lijkt erop dat... kijk, er is een stukje van overgewicht, hè? Dus, dat heeft soms mee te maken met de levensstijl en het stukje niet weten wat je moet doen. Verdieping, bewustzijn van eten, daar lijken vrouwen zich lijken ze veel beter in te zijn. Dat ze zich een beetje verdiepen in hoe moet ik er nou goed uitzien, hoe kom ik nou niet in die overgewichtklasse. Omdat ze blijkbaar denken dat het belangrijk is en meestal is een motivatie om dit te doen, nou is 1 carrière natuurlijk en 2 is dating. Dus daarin zijn de vrouwen gewoon veel beter. Maar de groepen die het echt helemaal laten gaan, dus dat heeft niks meer te maken met genen, hormonen, dat is gewoon emotioneel eten. Dus dit is gewoon de obesitas, echt de zware mensen, heeft 5,9% tot en met 30 jaar heeft hier last van. En dat percentage gaat alleen maar omhoog bij de vrouwen en het verschil... tussen de mannen en de vrouwen van 30 tot en met 40 jaar is hier best wel groot. 8,6% bij de mannen heeft hier last van en 11,2% van de vrouwen heeft obesitas. Dus dat is erg veel. Dat is ja, gewoon meer dan 1/10, zeg maar, zitten in een ruimte met 100 man. Dan hebben gewoon 100 vrouwen, dan hebben hier 11 vrouwen hebben dan obesitas. Dus dat is echt voor mannen denk ik een no-go. En dan is de vraag van, oké, waar komt dat dan vandaan? Hè? Waarom is dat dan zo? Nou, je ziet een enorme stijging komen, bijna een verdubbeling in de leeftijd 30 tot en met 40. Nou, een reden daarvoor zou kunnen zijn natuurlijk kinderen. Hè? Want dan komt er gewoon een enorme huishouding in de hormonen, bij de hormonen. En plus, sommige vrouwen, in mijn ervaring wat ze hebben gezegd, is dat een van de levensdoelen ook vaak is kinderen krijgen. Dus op het moment dat ze kinderen hebben gekregen, kan er ook iets van hun afvallen, waardoor ze minder gemotiveerd zijn om de effort in te steken in het lijf. En we zien een enorme stijging bij de leeftijd 50 tot en met 55. Daar heeft 15,4% obesitas bij de vrouw. Maar het is eigenlijk altijd zo dat er meer vrouwen obesitas hebben, echt te zwaar, dan mannen. Dus hieruit blijkt dat er vrouwen meer emotioneel eten dan mannen. Dan heb je nog het argument van ja, mannen zijn daar minder gevoelig voor. Dat klopt, want dat is namelijk de andere kant. Als we personen hebben die niet trainen, en ik ben trouwens 5 jaar personal trainer geweest, ik heb 7 certificaten hiervoor gehaald. Is als iemand niet traint, dus man en vrouw, is de vrouw eerder geneigd om obesitas te krijgen dan mannen. Waarom? Er zijn 6 hormonen waarop jij of een vetbranding of een vet aanmaak. Je hebt daar 6 hormonen voor die daar invloed op hebben. Dus die 6 hormonen moet je een beetje zien, die kunnen omhoog en omlaag gaan.
en korter de bocht hoor. Maar op het moment dat die omhoog gaan bij bepaalde hormonen, en die hormonen zijn cortisol, groeihormoon, testosteron, oestrogeen, je schildklier, dus je thyroid heet dat, en je insuline, die hebben daar invloed op. En er is op zich qua groeihormoon, insuline, cortisol en je schildklier zijn vrouwen en mannen eigenlijk bijna uniek. Hetzelfde. Hetzelfde zijn ze. Alleen er is één het zijn twee hormonen waarin ze verschillen. Dat is testosteron en oestrogeen. En dat zijn de mannelijke en vrouwelijke hormonen. Dit is het grootste verschil als het gaat om vet aanmaak tussen man en vrouwen. Want mannen hebben gewoon in het algemeen meer testosteron dan vrouwen, wat een vetverbrandend hormoon is. En oestrogeen is een vet aanmakend hormoon. Dus wat je vaak ziet is ook als vrouwen de pil gaan nemen, dus dan nemen ze een enorme shot van oestrogeen, dat ze ook vaak meer aankomen en meer vrouwelijke vormen ontwikkelen, omdat het vet ook een beetje ja, op die delen gaat zitten waar oestrogeen een grote rol speelt, maar ook vaak op de achterkant van hun triceps. Dus dat is het grootste verschil. Dat betekent dus ook, als we eventjes teruggaan en link leggen met het daten, want daarvoor deden we dit allemaal, is dus dat dat vrouwen dus omhoog daten. Dus als ik het zei van, even helemaal terug van het stukje fysiek, hè, gaat over het stukje kracht en lengte. En het stukje kracht bij mannen is dus eigenlijk in het algemeen slechter dan bij vrouwen ten opzichte van hun lengte. Dus gemiddeld gezien kunnen vrouwen beter hun lichaam dragen dan mannen. Dus wat we hier eigenlijk zien is dat mannen minder hun best doen dan vrouwen als het gaat om fysiek en bewust eten en naar de gym gaan. Wat weer een effect heeft op hoe vrouwen kijken naar de datingmarkt. En hierdoor, al deze dingen bij elkaar, hebben we dus eigenlijk drie componenten die ervoor hebben gezorgd dat op dit moment meer mensen single zijn. En hierdoor ook er een enorme mismatch komt tussen de man en de vrouw, omdat vrouwen omhoog daten. Dus ik hoop dat jullie deze podcast of deze analyse heel erg tof vonden. Je kan eventjes ja, like, subscribe, deel, wat jij wil. In ieder geval, als jij iets met dit filmpje doet, het helpt mij in ieder geval om een kanaal te laten groeien. Het helpt mij ook dat ik gemotiveerd blijf om weer nieuwe video's naar jullie te sturen met nieuwe analyses en nieuwe verhalen die ik met jullie kan delen en verschillende inzichten met kennis. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doe die duimpjes omhoog en blijf hangen voor de volgende keer. Mijn naam is Rody en tot de volgende keer.